Het is zaterdagavond. Oh ja, hallo allemaal. Super dat jullie kijken naar de kamp. Het is zaterdagavond, zoals ik zei. We zijn in Dubai en een tijdje geleden zaten we ook zo op de bank. En ik zat te denken, vorige keer hadden jullie de avondroutine bepaald. En dat ging heel goed. Ik vond het heel leuk. Dus ik zat te denken, zullen we het vandaag weer gaan doen? Ja! Ja! Ik heb de taxi al besteld. En dan gaan we eens kijken wat de kinderen vandaag in petto hebben. Oké, de taxi is er, want we gaan naar een plek waar de jongens al heel lang naartoe willen. Dus tijd om te gaan. A few moments later. Oké, we zijn de auto uitgestapt. En wat zie je? Ben je daarheen? Oh, die hebben jouw broers ook uitgekozen. Zelfs Mimi is er blij mee. Yes. Oké, we zijn... Wow, wacht, wat gebeurt hier? De piep begint opeens te gaan. Maar we zijn dus aangekomen. Maar Debbie, wat is er voor jou? Pokémon. Wow, kijk eens eventjes. We kunnen knuffels winnen vandaag. Maar check hoe groot die Pikachu is. Niet normaal. Eén probleem, als je die wint, weet ik niet of die mee kan naar Nederland. Want hij is heel groot. Je hebt hier alle Pokémon's. Oké, maar ik ga even een pasje kopen. En dan gaan we even wat leuke spellen spelen. Oké, we hebben een pasje gehaald. Als eerste wat Eli wil doen met Mia's is... De brandweer in! Oh, de bus. Ja, goed zo. De dubbeldekker. Allemaal instappen. Allemaal instappen. Debbie ook instappen. Debran, kom je wel in? Instappen. Kom op. Stop erin. Oké, daar gaat ie. Oké, let's go. Start. Oké, daar gaan ze dan. Debbie, leuk hè? Leuk hè? Hey! Ja, wie wil dat niet? Yay! Oké, Debra verlaat de bus. Waar gaat hij heen? Wat ga je doen? Ik denk, ik ga naar de Pokémon toe. Nee hoor. Debbie wil de box wel slaan. Ga je de record halen hier zo? Laat eens spierballen zien. Oh my god, kijk die spierbal. Maar Debbie, wacht even. We hebben een probleempje hier. Wat is er? Oh, nee, hij is niet overstuur. Hij wil achter het stuur. Hij wil... Nog een keer. Oké, Ina, wil je nog een keer? Ja. Oké, jongens. Nou. Veel plezier. Doei, doei. Oké, Debbie gaat een record halen. Jongens en beiden. Oké, de topscore staat op 837. 8837. Wacht even, ik zie het helemaal niet goed. 8337, duidelijk. Je bent alleen misschien een beetje te klein, maar Wacht, wacht. Oh, Debbie. En wat gaat hij halen? Wat gaat hij halen? 15. Ik zie het zo slecht. 16, 1500. Til hem een keer op. Oké, kijk of het nu wat beter gaat. Je moet hier staan en dan naar beneden. En rechterhand, hè? Volle stop. Oh. 1500. Stop daar. Nog een keer. Je lijkt iets te veel op je vader. Je moet rennen en dan een keer slaan. Zo, rennen, ja? Heel ver weg. Nog verder. Oké, okay. Let's go. Wow, super Debra. Deze was lekker. Oké. 4060. Dan moet ik ook wel een keertje. Ja? Ja. Hoppa. 8936 highscore. Wow, applausje voor papa. Oké, waar gaan we nu heen? Deze. Waar? Eentjes? Je kan er ook best wel grote dingen mee binnen. Ja, een mega. Die zijn wel echt schattig. Oké, Mimi, we gaan voor de mega, ja? Kom, let's go. Stel je voor dat deze hebben. Hoe gaan we die ooit meenemen? Of die? Oké, Mia staat er klaar voor. Mimi, ga je eentjes vangen? Geef het pasje maar. Mimi. Mimi. Daar ga je dan. Go, Mimi. Oh. 1 hour later. Ina, go. Oh, hi, kijk maar. Nog een keer. Again. Try making sure. There you go. Yeah,
Applausje, Esra. Hey. Oké. Okay. Oké. Okay. Hebben we genoeg punten? Voor de totaal 5 points. Oh, 100 points. Yeah, 100. Jackpot. Woo. Jackpot. Jackpot. Ah. Yay. Mag ik hondje zien? Oké, Della wil ook wel proberen te winnen. Waar gaan we voor? PlayStation 5. PlayStation 5. Het is een heel spannend spel. Want hierachter bevindt zich eigenlijk een soort schaartje. En je moet eigenlijk net op het juiste moment drukken. Waardoor dan dus dit touwtje wordt doorgekipt. En je een PlayStation 5 vindt. Maar dat ga jij proberen te doen, toch? Dit ga ik proberen, ja. Oké. Okay. Ja. Daar gaan we. Je moet de knop indrukken. En op het juiste moment loslaten. Oké, we zijn de volgende attractie. Gaan we even kijken. Mimi, kan jij erin of niet? Ben je groot genoeg? We gaan niet meten. We gaan erin. Groot gelijk. Go. Oké, Delman en Eli gaan zoals altijd in dit reuze draai-ding waar je super misselijk van wordt. Ze gaan al super hard. En Mia zit op het paardje. Wow. Jongens, gaat goed daar? Harder? Ja. Oké, dan gaan we... Wij zitten hier wel lekker goed en rustig zo, hè, Mias? Terwijl zij straks helemaal misselijk uit deze draairad gaan komen. A few minutes later. Oké, ze zijn er weer uit. Jongens, zijn jullie nu misselijk om naar huis te gaan en te gaan slapen? Of zeg... Oh, oké. Was ik al bang voor. Wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? Die, we gaan daar... Oh, we gaan voor de Pokémon. Ja, let's go. Oké, we zijn aangekomen bij de Pokémon stand. De bedoeling is om twee van deze ballen in de bak te krijgen die erin blijven zitten. Ja? Maar je moet daar boven of daaronder tegenaan raken. Het zijn dus stuiterballen. Dus ze stuiteren heel hard terug. En de truc is eigenlijk om hem tegen de rand aan te gooien, waardoor hij er makkelijk in blijft. Oké, tweede game. Papa, probeer jij het eens een keer. Oké, gaan we kijken. Oh, te hard. En overheen. Maar ik ben er vorig jaar een keer gewonnen. Ja. Let's go. Zie je? Tegen de rand. Hij laat het even zien. Dan blijven ze er wel in. Het is heel lastig. Heel zachtjes laten Ile pakken. Oké, Ile gaat het proberen. Oh, bijna. Oh. Oké, omdat de kids zo graag wat willen gaan winnen, gaan we het gewoon nog een keertje proberen. Mimi ook. Ga jij wel winnen dan? Oké, Mias, gooi maar. Niet tegen die meneer. Erin. Je moet de bal gooien. Mimi. Hoog, gooi hoog. Oh, Mimi. Oh, zo. Bijna terug tegen zijn eigen hoofd. De allerlaatste poging. Sam, het ligt in jouw handen. Pikachu, Pikachu. Yeah! Hey. Kom op, schatje. Oké. Welke gaan we? Charizard. Charizard! Oké, Mias heeft een hondje gewonnen. Jij hebt de Charizard gewonnen. Onze laatste punten gaan we uitgeven om voor Eli ook een knuffel te winnen. We gaan eens even kijken of het gaat lukken. Oké, Sarah heeft heel veel druk op jou, dat weet je. Okay. Onze enige kans om Ila ook een knuffel te laten winnen. Meer Ila. Oké. Papa. Papa. Yeah. Nee, hou vol. Oh nee. Oh, dat was echt. Dit is gewoon. Dit scheelde zo weinig. Oké, die jongens zijn wat anders leuks tegenkomen. Rijden de dino's, motors. Dino. Ja, dino rijden. Ja. Oké, waren dus verder gelopen. Komt opeens die meneer erachter met die rode rugzak. Die net wat had gewonnen. Deze mega hond. Hij zegt, ik hoef hem niet. Hier. Eli. Ik zag je kinderen. Wow. Oh, dat is echt zo lief. Die is leuk. Ik hoop alleen dat hij de koffer pakt. Maar goed, iedereen heeft een knuffel. En de dino is er. Welke? De olifant. Ga maar zitten. Nou, Eli is de dino. Ik mag achterop bij Eli, Mimi. Dus Mimi, ga maar rijden. Oh, Mimi, je rijdt tegen onze knuffels aan. Mimi. Je moet ook goed rijden, hè? Kom. Oké. Mimi. Oh, Mimi, jij bent echt een gevaar op weg. Oké, daar gaan ze, Debbie. Mias, alsjeblieft, leer rijden, alsjeblieft. Ila, je ook op een dino, wat een chaos. Het gaat echt alle kanten op. En dan met Mias. Succes.
En zo'n ritje duurt dus 15 minuten. Waarschijnlijk weten jullie dat al uit onze eerdere video's. Dus ga nog even duren. Go Eli, go Eli, go Eli, go Eli. Ik word huiselig. Oké, ze zijn uitgereden. We gaan... Oh, daar gaat Charizard eventjes de boulevard op. Eens even kijken. Hondje gaat mee. Charizard gaat mee. Het andere hondje van Mias ligt onderin. Oh nee! Ila, je hond! Je hond! Nee, hij moet plassen. Oh, even plasje doen. Plasje doen. Zo. Netjes in de bosjes plassen. Zo. Ja? Klaar? Ja, hij is klaar. Oké, we zijn op het strand aangekomen. Wat willen jullie hier eigenlijk gaan doen? IJsje! Wil jij dat ook? Directeur Mias? IJsje? Ook IJsje? Altijd IJsje. Oh, oké, we gaan op zoek naar een IJsje. Oké, we zijn aangekomen bij IJsko, waar Debra heel graag een IJsje wou. Oké, maar dit wordt en, niet zomaar een IJsje. Jij gaat wat muziekje ook aan. Dit is een Turkse IJsko, maar die geen Turk is, maar kijk of het ook kan. Eigenlijk, wat is dit nou joh? Geef gewoon die ijsje joh. Oké, nu is Debbie. Ga Debbie pakken. Kom. Challenge Debra. Kees, sneller pakken dan hem. Kees, pakken Debbie. Kom op. Sneller. Ijsje gaat weg. Twee handen. Debbie, nu moet je hem echt gaan pakken. Kom op. Volle power. Debra versus ijs. Volle power, yes. Niet die stok pakken. Hila. Lekker. Hola. Zullen we dit ook met Mias doen? Ja, weet zeker. Pakken, Bibi. Oké, daar zitten ze dan lekker met hun ijsje die ze gelukkig allemaal hebben te pakken gekregen. Is lekker. En gelukkig vond Mias het leuk. Het was de eerste keer hè, voor hem. Maar het is helemaal geslaagd. Leuk uitzicht. We kijken lekker uit op het reuzenrad. Heerlijk aan het strand. Geniet ervan. Oké, van een ijsje over naar chips. Ja, het is hun avondroutine, dus hun bepalen. We gaan gelijk ook een filmpje uitkiezen. Iedereen kiest een filmpje uit. Volgens mij zit een grote mensenfilm, maar... 30-plus filmpje! Ogen dicht! Dat is echt niet de bedoeling, 30-plus filmpje. Maar we zitten ook waar we zijn begonnen. Hier eindigen we ook gelijk de video, want ik heb weer heel genoten. Ik zeg het je heel eerlijk, ik hoop dat jullie ook al genoten van de video. Zou ik zeggen, duimpje omhoog. En abonneren! Tot de...